André, wij staan hier op de Lucas van Leidenstraat in Roosendaal. Wat is hier precies gebeurd? Nou, rond 9:30 is hier brand uitgebroken in een tussenwoning. Inderdaad aan de Lucas van Leidenstraat. Oorzaak daarvan is nog onbekend. Vermoedelijk is het vuur ontstaan op de eerste verdieping. De bewoners, man en vrouw, zijn beide afgevoerd naar het ziekenhuis, waarvan de vrouw echt in zorgwekkende toestand is. En de omliggende woningen, hebben die nog schade? Nou, schade is nog niet helemaal duidelijk op dit moment. We hebben wel uit voorzorg 2 woningen aan de rechterkant en 2 woningen aan de linkerkant geëvacueerd. In totaal betreft dat 7 bewoners en de gemeente zorgt voor opvang voor hen. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Is dat vanwege de watertransport? Zal er ongetwijfeld mee te maken hebben, maar het is ook een tussenwoning. Gevaar op uitbreiding van de brand. We hebben 2 tankauto's spuiten en een hoogwerker ingezet. En op dit moment denk ik dat de brand redelijk onder controle is. Als ze wel wonden, dan kunnen ze er ergens bij.